Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik echt een super leuke video. Ik heb namelijk de unboxing van de nieuwe My Jewelry adventkalender. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Vandaag ga ik dus deze met jullie helemaal openmaken. Dus als je nog niet wil zien wat erin zit, moet je deze video niet kijken. Maar als je het wel heel erg leuk lijkt, kijk dan vooral mee. Ik zal een linkje van de kalender in de beschrijving zetten. Ik heb zelf gekozen voor de zilveren adventkalender, maar je kan ook kiezen voor goud. Ik draag altijd zilveren sieraden, dus dat past gewoon het beste bij mij. Ik ben echt mega benieuwd wat erin zit, want ik heb nog niet gekeken. En ja, laten we maar snel beginnen. Als eerste op de deksel zitten ook nog twee van die kaartjes dat je kan schrijven voor wie die is en van wie. Dus dat is wel heel erg leuk als je de kalender cadeau wil geven. En de binnenkant ziet er echt heel erg leuk uit. Dit binnenkant had ik wel al gezien. Zo. Het zijn namelijk 10 kleine cadeautjes. En dit jaar hebben ze gekozen voor alleen maar sieraden. Dus het zijn 10 pakjes met daarin sieraden. Zilveren sieraden. En het is dus in de vorm van een slinger. Ik ga hem er eventjes uithalen. Dit is hem. Echt mega leuk. Echt zo leuk om cadeau te geven. Om ergens op te hangen en dan af te tellen tot kerst. Dit is ongeveer de derde keer dat ik de adventkalender openmaak van My Jewelry. Vorig jaar heb ik het ook gedaan. En ik vind deze uitvoering wel echt heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Zal ik hem even hierachter hangen? Dat is misschien wel leuk. Ik ga dat even proberen. Oké, ik ga hem toch gewoon zo laten zien en dan ga ik het eerste cadeautje erbij pakken. Kijk, er zitten ook nummertjes aan. Dit is dus nummer 1. En ze zijn dus allemaal echt mega leuk ingepakt. Zodat alles eigenlijk dus een klein cadeautje is. Als eerste zitten er sterretjes oorbellen in. Heel leuk. Ik heb expres geen sieraden omgedaan. Zodat ik ze gelijk kan omdoen. Er is 1 sterretje ingevallen. Oeps. Kijk, dit is de oorbel. Echt heel erg leuk. Wacht, ik ga hem gelijk even indoen. Dan kan je hem goed zien. En hij heeft dus zo'n heel fijn sluitingje. Kijk, dit zijn de sterretjes. Echt heel erg leuk voor de feestdagen. Maar ook leuk om bijvoorbeeld in je tweede gaatje te doen. En dan een wat grotere oorbel ervoor te doen. Super leuk deze oorbellen. Dus met het eerste cadeautje ben ik echt mega blij. Mijn outfit is ook van My Jewelry. Die is echt heel leuk. Een soort teddy gilet. En daaronder heb ik zo'n kooltruitje. Deze hebben ze nieuw. Echt heel erg leuk. Dan gaan we verder met pakje nummer 2. En daarin zit een zilver kettingje. Heel erg simpel. Heel erg leuk. Je kan hier bijvoorbeeld ook je eigen bedeltjes aanhangen. Die kan je ook bij My Jewelry kopen. Maar het is gewoon een heel simpel kettingje. En ik vind ook dat ze dit heel goed hebben gedaan. Want dan vinden heel veel mensen het leuk. Dus dat is dit kettingje. Ik zal hem gelijk eventjes omdoen. En hier heb ik dan het kettingje. Super schattig. Ook leuk om zo over je kooltrui heen te doen. Dus dat is het tweede cadeautje. Dan cadeautje nummer 4. Wat je ook kan doen is deze zakjes gewoon hergebruiken en er eigen cadeautjes in doen. Ook mega leuk om cadeau te geven. Dit is waar ik het net over had. Er zit dus een bedeltje bij. Deze. En dat bedeltje die kan je dus dan bijvoorbeeld hier aanhangen. En dan heb je een heel leuk kettingje. Super schattig. En op dat bedeltje zit ook een heel klein hartje. Dan nummertje 4 in deze hele leuke lichtpaarse kleur. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ik denk wel dat er van... We hebben nu oorbellen gehad, een kettingje. Ik denk dat er sowieso ook een armbandje in zit. En misschien ook wel een ringetje. Kijk, een armbandje. Dat gelijk. Oh. Kijk, dit zilveren armbandje. En ik draag ook best wel veel zilveren armbandjes. Dus die past er heel goed bij. En ze hebben het heel goed gedaan, want het is gewoon een heel simpel armbandje. Het gaat me helaas niet lukken om deze alleen om te doen. Maar ik zal hem eventjes laten zien. Kijk, hoe mega leuk. Ik kan het proberen. Kijk zo. Zo ziet hij eruit. Echt heel erg schattig. Dus hier ben ik heel blij mee. Die kan zeker bij de rest van de armbandjes. Dan het 5e cadeautje alweer. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Als 5e zitten er echt mega grote oorbellen in. Deze oorbellen zijn nu de laatste tijd natuurlijk echt helemaal in. Ik draag zelf ook altijd van die hele mooie grote oorbellen. Ik zal hem even indoen, dan kan ik het laten zien. Kijk, ik heb nu even een van de oorbellen ingedaan. Ze zijn dus echt mega groot. En dan heb ik in het tweede gaatje heb ik dan het sterretje gedaan. Heel erg leuk. Ik vind ze nu niet heel erg bij mijn outfit passen, dus ik zal ze zo even uitdoen. Maar ze zijn wel echt mega mooi. Kijk.
Heel cute. Zeker leuk voor in je eerstgaatje en dan gewoon allemaal andere oorbellen erbij. Dat zijn deze ringen. Dan alweer cadeautje nummer 6. Oké, mijn camera viel even uit. Dus ik hoop dat het niet heel erg het beeld is veranderd. Maar het volgende pakketje is dus een ringetje. En wat zo chill is aan deze ringetjes is dat iedereen ze past. Omdat je ze dus kan verstellen. Dus dat is echt mega fijn. Ik heb ook meerdere ringen van My Jewelry. Ik heb ze nu eventjes niet omgedaan. Maar hier ben ik in ieder geval heel blij mee. Ik ga hem eventjes aan jullie laten zien. Oké, ik heb nu het ringetje omgedaan op mijn middelvinger. Kijk hoe mega leuk die is. Dus die past heel goed bij mijn andere ringen. Meestal draag ik echt om elke vinger een ring. Maar deze is echt heel erg leuk. Dan alweer pakketje nummer 7. En er hangt iets uit. Dus ik denk dat het een kettingje is. Ik ben heel benieuwd. Ik hou echt van kettingjes. Het liefst draag ik er 5 tegelijk. Het is inderdaad een kettingje en echt een hele leuke, want er zit dus een klein bedeltje bij en daar staat op love. Heel cute. Ik denk ook dat heel veel mensen dit leuk vinden. Dus ik vind dat ze dat echt heel goed hebben gedaan. Ze hebben best wel gewoon basic dingen erin gedaan. En ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Ik zal deze even bij die andere ketting doen. Oké, ik heb hem om. Kijk hoe mega cute die is. Dus die hou ik lekker om. Echt heel erg leuk. Staat ook heel erg leuk bij het andere kettingje. Dus je kan ze ook nog eens samen heel leuk combineren. Nummertje 8 zit weer heel erg in een leuke lila verpakking. Dus die gaan we maar snel eventjes openmaken. En daarin zitten echt mega leuke oorbellen. Deze vind ik echt prachtig. Deze zou ik zelf zeker dragen. Ik zal hem even indoen. Oh, ze zijn ook totaal niet zwaar. Dus dat is fijn. Want zware oorbellen vind ik nooit zo heel fijn. Kijk, zo staat hij. Ik denk niet bij deze outfit, maar voor kerst of zo. Echt heel erg leuk. Dus dat is deze oorbel. Dan alweer het ene laatste pakketje. Ik noem het steeds pakketje, maar het zijn eigenlijk meer cadeautjes. Dus we gaan hem maar snel openmaken. Volgens mij een armbandje. Volgens mij heb ik gelijk. Oh ja, er zit een heel leuk armbandje in. Deze is wat heftiger, maar ik hou hier echt heel erg van. Ik denk dat het ook heel erg leuk staat bij de rest. Ik krijg hem niet zelf om, maar ik kan het wel eventjes laten zien. Zo ziet de armband eruit. Heel erg mooi. Dus als iemand hem bij me omdoet, dan ga ik hem zeker niet meer afdoen. Heel erg leuk. Staat ook heel erg leuk bij de ring. En dan het laatste doosje met hele mooie glitters. Ik ben heel benieuwd wat ze in het laatste doosje hebben gedaan. Volgens mij een armbandje. Een hele mooie. Oh ja, deze is echt prachtig. Als laatste zit dit armbandje erin. Deze vind ik echt mega mooi. Hier hou ik echt... Kijk, en dit is het laatste armbandje. Ik krijg hem niet helemaal om, maar ik vind hem echt prachtig. Dus met het laatste cadeautje ben ik echt super blij. Ik hoop dat jullie de adventkalender ook leuk vinden. Laat zeker een leuke comment achter. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten naar de adventkalender. Neem zeker een kijkje. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei!